hier naar beneden. Oudjaarsdag, 31 december. Vlog ook nog. Ja, we gaan vloggen, ja. Ja, oké. Okay. Laatste workout van het jaar. Ga ik een beetje vanuit, hè. Laatste dag van het jaar. We gaan, wat gaan we doen? Keihard rennen. Nou, dat niet. 10 keer 400 meter lopen. Met 100, 200 meter uitloop. 200 meter rust. 200 meter rust. En dan weer 400 meter, 200 meter, 400 meter. Enzovoort, enzovoort. We hebben een heel mooi start neergezet. Super vet. Super mooie omgeving. Oh, ik zie het hier niet. Oh, bossen, 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 bossen. En het is best koud. Alles is bevroren. Maar het houdt ons niet tegen echte lopers. Zeker. Let's go. We hebben 400 meter gemarkeerd. We zitten minder in het bos. Gelukkig wilde Vivianne helemaal omlaag lopen. Dus dat betekent dat we nu helemaal omhoog moeten. We hebben een boom gemarkeerd. Niet klagen. Het is afwasbaar. Heel flow. Kijken. Midden in het bos. Alright, telt dit al als de eerste 400 meter? Nee, dit was warming up. Nee, kut. Dit is warming up. Maar hij wilde nog terug warming up, hè? En dan was daar beginnen, maar we gaan nu beginnen. Oké, okay, we beginnen nu. Ik laat jullie even een mooie omgeving zien van het bosstukje wat we lopen. Een stukje gaat omhoog. Duidelijk omhoog. Holy fuck. Ik haat lopen. Ik haat lopen. Ik haat lopen. Ik haat lopen. Minuut 33, 400 meter. Hoe ging die, Viv? Slecht. Oh, echt slecht. Hoe komt dat, Viv? Nooit sport. Ja. Hij is wel zwaar omdat hij omhoog gaat. Ja. Constant. Hoe voelt hij ook, hè? Hoe voelt hij? Lekker. Onze lopen. Lekker mandje te smaken. Oh, man. Nog 9 keer. Viv, nog 9 keer. 3 gedaan. Omhoog is pittig. Vlak, hoe heet dat? Hoe heet dat? Valsplat. Valsplat, gewoon heuvel. Ja, heuvel. Valsplat, heuvel omhoog. Naar beneden is heel chill. Naar beneden is gewoon lekker rustig gaan. Naar omhoog dus. 3 gedaan. Op naar midden in het bos. Korte pauze, een minuutje. Je kan natuurlijk een aantal dingen doen met lopen. Je kan helemaal kapot gaan. Maar dat ga ik sowieso niet doen, want dan vind ik lopen helemaal niet meer leuk. Of je kan gewoon een lekker tempotje pakken, zodat je dadelijk tevreden bent over het lopen wat je hebt gedaan. Hebben we daar veel aan conditioneel? Misschien een beetje. Vinden we het dan leuker? Ja. Gaan we dood? Niet helemaal. Voor mij een lekkere manier om te lopen. Ja, ik ga wel dood hoor. Zeg je? Ik ga wel dood. Oké. Laatste gedaan. We moeten er nog eentje naar beneden doen. Can I be in the vlog, please? Laatste omhoog hebben we gedaan in de volle sprint. Precies 2 minuutjes. Lekker, maar wel kapot. En nu even eentje chill naar beneden toe en dan rustig omhoog lopen. Dat hebben we er 10 keer gedaan. 4 kilometer. Als ik dacht dat ik 4 kilometer moest gaan lopen, denk ik, ja! Dit is wel echt gewoon een stukje relaxter. We gaan even wat stoppen tussendoor. Totdat Viv klaar is, dan heb ik ongeveer een minuutje rust. Anderhalf minuut rust. En dan weer gaan ze. Positieve lopen vandaag. Hard. Dat was de laatste workout van dit jaar. Oh ja, we gaan nog pilates een uurtje. Maar dat is warming and cooling down. Dat is cooling down, hè. 45 minuutjes tot een uurtje pakken we nog even een cooling down. Met pilates. En dan zijn de laatste workouts van 2016 zijn gedaan. We hebben even in het hotel hebben we een ruimte geconfiskeerd. Met vloerbedekking. Verwarming even aangezet. Kijk, er staan allemaal spulletjes. Vergaderzaal. Er staan ook hele vette dingen. Andeloes is ook wakker geworden. Was dat wakker? Oh, ze was oppas. Dus die gaat nu ook meedoen. Oh, weet je wat erg is?
150 kilo squat, geen probleem. Maar mijn fucking benen optillen. Vijf. Ah, dat is fucking zwaar, gek. Ah. Zeg dat nog een keer. Onderste been. Je tenen. Die gaat naar je bovenste been. Maar het is gewoon. Je bovenste been lijkt altijd stil op heuphoogte. Kijk hoe het er bij mij uitziet, hè. Fucking. Walvis. Oh, dit is echt raar. Elke, hoe gaat ie? Kom op, ga door. Elke. Niet van naar je voeten kijken, anders. Ik kan niet. Dit kan ik niet. Goed zo, nog vijf. Ik wil een straatje, mama. Nu Ilke. Ilke dus even. Komt ie. Oh ja, ik kan wel zelf een staartje maken. Ik kan wel zelf. Nee, zover mogelijk. Oh, zover mogelijk. Ilke, dan zit je van lul, hè? Gast, ik kan echt niet. Dank jullie allemaal wel voor het volgen. Ik moet er een traantje van laten zien. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden om mijn traject van judge naar CrossFit atleet te volgen. Soms zitten dingetjes bij die wat leuker zijn. Weightlifting, burpees, dat soort dingetjes. En soms wat minder dingetjes. Voeding, lopen, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval dank jullie wel voor het volgen. Hopelijk zie ik jullie of kom ik jullie een keertje tegen in 2017. Enjoya, 5 februari is de eerste. Willen jullie me blijven volgen? Hier ongeveer, denk ik. Kan je even aantikken, dan kan je je abonneren en dan kan je me blijven volgen. Laat even wat achter wat je ervan vond. Even duimpje omhoog. Dank jullie wel en tot volgend jaar. Hoi!